Ja, hoe mooi zou het zijn als we niet in Amsterdam de grachten alleen maar volleggen met boten in het kader van de Gay Pride, maar ook in de rest van Nederland, zoals in de Tilburgse Piershaven. Ik ben Sylvia, ik werk bij de politie en daarnaast ben ik gemeenteraadslid. En samen met Judith ben ik mama van onze prachtige zoon, Tjeu. Ik draag bij aan een inclusieve samenleving door gewoon eigenlijk mezelf te zijn, hier in de wijk. Ik sta bijna iedere dag wel op het schoolplein. En daar is dan voor iedereen ook zichtbaar dat wij met twee moeders een regenbooggezin zijn. Met een zoon. En dat doodnormaal is. Mijn mooiste Pride Maand ervaring is hier in Tilburg. Tijdens de Roze Maandag. Als gemeenteraadslid heb ik afgelopen jaar daarvoor de eerste keer de Pride Walk gelopen. Van het station naar het centrum. De dag na de verkiezingen verwacht ik dat we nog steeds leven in een land waar iedereen welkom is. Ongeacht je afkomst, je gender of je geaardheid.